Sociaal zwakke kinderen verdienen ondersteuning in onder andere het aanschaffen van basisschoolspullen. Het is dan ook een van de jaarlijks terugkerende projecten van de resortsraadlieden van Munder om schoolpakketten te verstrekken aan jongeren in het resort. Er zijn verschillende scholen uitgekozen waar de sociaal zwakke leerlingen worden uitgekozen op advies van het schoolhoofd. Vandaag werden de eerste 10 tassen uitgereikt aan de leerlingen van de Swami Viryanand School, Shailesh Ramdin, ondervoorzitter van de resortsraad van Munder, zegt dat dit project moet bijdragen aan het brengen van financiële verlichting voor bewoners van de buurt. Het is altijd de bedoeling geweest van ons dat we bij vakantie een schooltassenproject opzetten om dan zo eigenlijk behoeftigen van de buurt dan met zo'n schooltas met inhoud te helpen. Omdat wij zelf ook weten dat er echt grote gezinnen zijn, gezinnen waar ouders het echt moeilijk hebben. Ook zijn er nog steeds gezinnen die eigenlijk de ouders hebben werk verloren door COVID. En die hebben het dan moeilijk, ze moeten ook schoolspullen kopen. Dus we proberen zo een handje te helpen met dit project. Dus een beetje echt ook vanuit social responsibility van onszelf als resortraad, maar ook individuen. En om de medemens te helpen. En vandaar dat we ook dus dit keer hebben gekozen om de correcte doelgroep te bereiken. Dat we het via de scholen doen. Het ligt in de bedoeling om aan het eind van het jaar nog meer van zulke projecten uit te voeren. Ramdin hoopt ondersteuning te krijgen van de regering.